Goedemorgen, middag, avond of wanneer je deze video kijkt. Ik ben hier weer samen met mijn meneer. Hallo. We zijn op dit moment in Las Vegas op Baby Moon. Dus onze laatste vakantie met z'n tweetjes. Laatste dag vandaag. En omdat jullie het altijd zo leuk vinden om proefvideo's te zien, dachten we laten we weer eens even wat Amerikaanse meuk gaan kopen. En gaan proeven voor camera. Dus we hebben hier weer wat dingetjes. We hebben vooral geloof ik dingen gekozen die wat bekender zijn, hè? Ja, die gewoon wat bekender zijn in Nederland. Ja, dat zijn voornamelijk dingen die je in series en films en zo wel eens ziet. Ja, bekendere dus, bars. Het zijn vooral candy bars eigenlijk. Tenminste, ik zie hier drie. Uitzondering van één. Ja, en we hebben dit. Twee. Dus, ja, we gaan gewoon kijken. Ik heb nog niks hiervan gegeten. Oh ja, behalve deze, dat is heel stiekem. Deze vonden we vet lekker, maar we dachten, nou, laten we hem even meenemen in deze video. Kies jij waar we mee gaan beginnen? Deze. Die ken ik zelf ook niet. Wat is het? Zagnut. Zagnut. Crunchy peanut butter toasted coconut. Oh, klinkt wel super lekker. Ja, ze doen hier echt alles met peanut butter. Ja, dat is echt belachelijk trouwens. We hebben deze snacks allemaal gekocht bij de Walgreens. Walgreens, ja. Ja, bij de Walgreens. En daar, als je daar in het candybar schap staat of naar kijkt, dan is het echt 80% pindakaas. Ja, nou ja, 80% is overleefd. Ja, wel echt heel ze veel. Ze hebben wel hele schappen toegewijd aan alleen maar pindakaas gerelateerd candy bars, ja. En dus ook echt Snickers en Twix en KitKat en ja. Alles met peanut butter. Maar goed, ja. Zagnut. Ik ben heel benieuwd. Nou, even openmaken. Aan de buitenkant kunnen we deze keer nog niet zoveel zien. Misschien vorige even keer, dichterbij houden. Ja, moet je even je gezicht afdekken, want anders Yes. Dat ja, is hem. Die dus. Aan de buitenkant, aan de verpakking, kunnen we deze keer niet zoveel zien. Toen we die vorige video opnamen, had je wel echt van die super zoete doosjes en al dat soort dingen. Oh. Okay. Het is een krokante reep, of niet? Ja. Kijk, het ziet er een beetje. Zal ik hem van dichtbij laten zien? Doe maar. Meneer, niet zo flexibel. Dit is de buitenkant. En zo ziet de binnenkant eruit. Jouw beetje gezicht is, de camera is meer gefocust op jouw gezicht dan op mijn snoep. Dan op jouw gezicht? Dan op mijn snoep. Whatever, je hebt hem gezien. Oh. Het lijkt een beetje alsof er gewoon laagjes met pindakaas in zitten. En dat het buitenste is gewoon een beetje krokant. Ja. En daar zit volgens mij de kokosnoot in. Ja, dus nou ja. Proost. Bon appétit. Wow. Hele tapijt zit eronder. Hij is vet krokant. Ja. Had ik niet verwacht. Nee. Hij is ook heel zout. Ik had een chocoladereep verwacht. Ja, ik ook. Ik vind wel dat je de kokos en de pindakaas heel goed proeft. De kokos ook. Ja, ik proef alleen maar pindakaas. Kokos is meer structuur dingetje vind ik. Of textuur bedoel ik. Oh ja? Ja, ik proef het wel heel goed. Ik vind hem wel lekker, maar hij is wel heel droog. Ik denk wel dat je hier super dorst van krijgt. Ja, je hebt super harde dorst denk ik. Ja, drinken. Beter voorbereid. Oké. Ik vond hem lekker. Ja, wel apart. Dat hebben we in Nederland niet echt zoiets. Nee, zeker niet. Waar kunnen we het best mee vergelijken? Niet echt iets, hè? Niet een candy bar of zo. Het is meer een koek. Ja, het is een soort koek. Ja. Nee, ik denk niet dat wij iets in Nederland hebben. Maar het heeft wel echt die hele typische pindakaas smaak. Dus als je zeg maar een Reese's Peanut Butter Cups kent, die hebben we in Nederland ook wel. Ja. Die smaak heeft het wel, maar dan is het gewoon heel krokant. Ja. Ja. Ik denk dat dat een beetje de vergelijking is. En zout, daar moet je ook rekening mee houden. Het is geen zoete reep of zo. Nee. Nou, lekker. Slokje. Nice. Next. Oké. Okay. Volgende is de drie musketeers. De three musketeers. Even ervoor houden. Yes. Hij pakt hem. Er staat niks op, hè, wat het is. Nee, life would be lame without you. Oh, dankjewel. Dat is aardig. Het staat op de reep, hoor. Maar oh. Ja. Share a bar to throw shine. Hashtag throw shine. Hashtag, oh, no, sorry. Oké. Okay. Oh, hier, whipped up fluffy chocolate on chocolate taste. Oh. Nou, we gaan het zien. Ik denk bij whipped up altijd aan marshmallow of slagroom. Maar dat kan natuurlijk nooit in zo'n bar zitten. Oh, het lijkt gewoon een beetje op mars van buiten. Ja. Gewoon een soort marsreep. Weer jouw gezicht. Yes. Ja. Dan geef ik aan jou een stukje. Ja. Oh, volgens mij is het. Volgens mij is het gewoon Milky Way-achtig. Ja, dat denk ik ook. Kijk, de binnenkant. Ik ben niet zo fan van Milky Way. Ik wel.
Nou, Milky Way. Niet lekker? Nou, het is niet vies, maar ik vind Milky Way gewoon niet zo lekker. Ja, dit is gewoon Milky Way. Dit kennen we in Nederland ook wel. Ja. Ja. Oké, okay, Three Musketeers is dus Milky Way. Mocht je dat willen weten ooit. Hebben ze hier Milky Way? Nee, hè? Nee, volgens mij niet. Ik heb geen Milky Way gezien. Nee. Nee, maar ik ook wel. Nee. Ja. Nu gaan we even wat anders doen. Nou, ik heb hier niet zoveel zin in. Deze. We hebben namelijk beef jerky meegenomen. Ah. Wat is het eigenlijk? Beef jerky is volgens mij, voor zover ik het weet, vlees wat met zout ingedroogd is. Ja, er staat slow cooked and seasoned beef steak op de verpakking. Maar volgens mij is het gewoon droog. Volgens mij is het echt zo'n ding wat je, zeg maar, waar je je tanden op kan breken. Ja. We hebben dit al eens eerder gehad trouwens. We hebben dat jaren geleden een zakje gekocht bij de Macro, als ik me niet. Macro, ja. Dat vond je niet lekker. Nee, dat was niet zo, nee. Het ziet er echt uit als een hond. Wacht even. Kijk. Als je dit ziet van dichtbij, dan denk je toch serieus aan zo'n hondenstik. Ja, het is een beetje... Het is toch gewoon hondenvoer? Even kijken of ik... Volgens mij krijg je toch... Oh, je ruikt knoflook? Oké. Okay. Zo'n stukje? Een stuk, ja, dit hele stuk ga ik niet opeten. Kijk. Ja, jongens, ik kan het niet mooier maken dan het is. Het is gewoon echt... Het is gewoon gedroogd vlees. Het is gedroogd vlees, maar het ziet eruit als een hondenstik. Moet je een klein stukje hebben? Ja. Wisselen? Ja. Switchelen. Oké. Okay. Het stinkt niet, moet ik zeggen. Het is... het doet een beetje aan... Het ruikt best lekker op zich. Cornet beef of corned beef. Cornet, dat doen we niet. Het is corned. Corned beef. Daar ruikt het naar. Oké. Okay. Nou, proost. Oh, shit. Oh, je bent super lang op aan het kouwen. Ik vind het wel lekker. Het is gewoon een beetje... Een beetje droge worst, wat we in Nederland hebben. Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik wel. Nee. Nee, droge worst in Nederland is lekker hoor. Maar het is wel droog. Dat is zeker een overeenkomst, maar... Nou. Het doet me aan hele slechte worstjes denken. Ja? Nou. Ze noemen het beefsteak, maar... Ja, nee. Nou, ik vind het oprecht wel lekker. Nou, mooi. Gelukkig. Sommige mensen houden echt wel best veel van, des te droger de worst, des te beter. Ja, maar dat heb ik ook. Als je zegt dat je van die hele droge worsten in Nederland hebt, dan denk ik, oh ja, dat vind ja, ik echt maar dan super... vind je dit ook lekker, vind ja, ik. Nee, ja, ik vind de smaak gewoon niet. Ik vind de textuur nog niet eens zo heel erg vervelend eigenlijk. Je bent wel lang op aan het kouwen. Maar de smaak zelf vind ik gewoon niet zo'n succes. Zijn er verschillende smaken beef jerky of is het gewoon allemaal dit? Nee, je hebt de twee grootste smaken zijn dit. Dit is original. En dan heb je ook nog teriyaki. Oh, serieus? Ja. Maar die hebben we niet meegenomen. Oké, We hebben nog vier. Nog vier, we hebben veel meegenomen. Ja. Deze kent, tenminste iedereen die een beetje Amerika kent, kent deze wel. De Twinkies. Een blokje hoofd. Twinkies, daar roep jij al jaren over. Ja, ik heb deze, maar ik heb hem al inmiddels al een keer geprobeerd. Ik weet alleen niet meer waar en wanneer. Volgens mij was het vorig jaar in New York of zo. Oh, dat zou wel kunnen. Denk ik. Ja. Maar eigenlijk stelt het ook niet zoveel voor. Het is gewoon cake. Met een roomvulling. Een redelijk dun laagje cake. Gevuld met een soort crème, van zoete roomcremevulling. Ja. Ik weet hem niet meer zo goed hoe die smaakt. Volgens mij zijn het hele plakkerige cakejes. Ja. Ja, het is vrij plakkerig. We pakken er wel gewoon één die we delen. In Nederland kun je deze trouwens ook kopen. Bij tegenwoordig online heel erg makkelijk te bestellen natuurlijk. Maar in Amsterdam zit ook een winkeltje. Waar je Amerikaans snoep en zo kan... Oeh, het stinkt. Maar in Nederland zijn ze wel duur, dat weet ik. Oh kijk, dit is wel grappig. Aan de onderkant kun je zien hoe ze gevuld zijn. Ja. Maar dit is dus het cakeje. Maar het is ook... ziet er een beetje uit als zo'n sticky citroencakeje. Ja, maar het is ook citroencake. Het smaakt vrij licht. Het is alleen wat je in Amerika heel veel hebt. Oh, die vulling is echt groot. Ja, dat nou... Kijk nou. Dat wilde ik dus net zeggen. Wat je in Amerika heel veel hebt, is dat als iets vulling heeft... Dan heb je ook echt fucking veel vulling. Ja, in Nederland, zou je zeg maar tenminste de dikte van een pink of zo erin hebben zitten heb je in de cake. Met een smaakje. Dan heb je cake met een smaak. Hier is het gewoon echt vulling met cake. Ja, het ruikt een beetje vlak. Ja, nou gewoon proeven.
Oh, sorry. Nou. Ik vind het cake. Er is niks mis mee. Het is gewoon een beetje citroencake. Ja. Een soort van. Met vulling. Ja, maar die vulling smaakt nergens naar. Jawel, het is een beetje... Ja, de vulling is een beetje marshmallow fluff. Dat hebben we in Nederland ook wel. Ja. In die potten, wat je wel eens op brood smeert. Een hele zoete troep. Ja, ja. Dat is, daar zit dit in. Ik denk als je thuis dit zou willen maken, dan zou je gewoon citroencake moeten maken en dat moeten vullen met van die marshmallow fluff. Dan kom je aardig in de buurt. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik vind de cake ook niet heel citroenig. Hij is wel sticky, maar hij mag voor mij nog wel iets frisser. En ik denk dat de Twinkies lekkerder zijn als ze gevuld zijn met jam. Dit is gewoon een luchtig cakeje. Ja. Zonder bijzonderheden, maar goed. Wel oké. Klopt. Nee, is ook zo. Mijn favoriet. Denk ik. Want ik heb hem nog niet gehad. Maar nee, kon deze, niet laten liggen. Deze kent iedereen, denk ik ook wel. Ja. Het is de... Ja, geen maar. Het is een Reese's Peanut Butter Cup reep, eigenlijk, hè? Ja, ja. Dus het is eigenlijk een chocoladereep. Gevuld met Reese's Peanut Butter. Ja. En toen ik hem zag, dacht ik, ah, dit kan alleen maar lekker zijn. Want wij zijn... Oh, het is een XL-reep. Valt wel mee. Gewoon een normale reep. Toen ik hem zag liggen, dacht ik, oké, dit kan bijna niet anders dan lekker zijn. Ik ga hem even voorzichtig netjes proberen open te wormen. Dat wil niet. Ja, had het. Ja, dat lukt niet. Oh, kijk, dit is nog best dikke stukken. We sharen dit stukje wel, hoor. Nee, hij is still niet scherp. Nee, whatever, je snapt het idee. Allebei een stukje? Allebei een stukje. Ik ga even... Je kunt niet echt een binnenkantje zien, geloof ik. Kijk, een beetje... Het is melkchocolade met peanut butter vulling, dus. Ja. Jammer. Gewoon jammer. Hmm. Wat ik hier wel goed aan vind is dat mijn grote bezwaar bij Reese's Peanut Butter Cups was altijd dat ik de verhouding net niet goed vond. Dat het altijd net iets te veel pindakaas was en net iets te weinig chocola. Ja. En dat valt hier wel mee. Hier hebben ze wel, is de verhouding beter, vind ik. Maar heel erg lekker. Het is gewoon een peanut butter cup in reepvorm. Ja. Dus beter te verdelen. Ja, gewoon heel lekker. Het is echt die zoutige Reese's peanut butter en... Ja, het lekkerder. Is gewoon echt een peanut butter cup. Ja. Die kun je trouwens in Nederland bij Jumbo halen. En bij Yamin geloof ik ook tegenwoordig. Dus mocht je ze zelf willen proeven. Geen idee of ze die reep hier hebben. Volgens mij peanut butter cup zeker wel. Dus, peanut butter cups wel. Ja. Misschien moeten we maar een paar repen mee naar huis nemen. Ja, nog. Kan. Lekker. Oké. Okay. Dat is overigens wel gelijk mijn favoriet. Ja. Tot nu toe. Ja, zeker. Maar ja, dit is ook gewoon, dit vinden we altijd lekker. Ja. Dus, ja, chocola en pindakaas kan niet mis. Nee. Oké, één en laatste. Dat is deze. Een Baby Ruth. Of een Baby Ruth? Ja, Baby Ruth. Ruth. Baby Ruth is wat anders. Baby Ruth. Ruth beer doet me aan. Ruth doet me aan Ruth beer denken. Ruth is dat? Ja. Niet daar, ja, maar daar doet het me aan denken. Een beetje frisdrankachtig. Dus ik verwacht op een of andere manier het fruitig of zo. En Babe Ruth, dat is een hele bekende honkballer. Die volgens mij inmiddels overleden is hier in Amerika. Oh. Dit is echt zo'n groot. Dat is een soort van Johan Cruijff in de honkbalwereld. Oh. Achtig. Ik zit zo niet in de honkbalwereld. Ik ook niet, maar dit weet ik toevallig. Oh. Nou, let's go. En dit is volgens mij in Amerika best wel bekend. Wat is het? Chocola, volgens mij. Oh. Altijd goed. Oh, hij ziet er wel weer heel anders uit dan die andere candy bars die we hebben gehad. Ja. Daar. Yes. Ja. Volgens mij zitten er nootjes in. Het ziet een beetje als Snickers uit, vind ik. Maar dan iets smaller. Mag ik dit wel? Oh ja. Ja, er zitten dus roasted peanuts in. Oh, geroosterde pinda's. Ja. Oké. Okay. Lekker. En vrij veel ook, want het staat als eerste op de ingrediëntenlijst. Oh. Ja. Oh, maar ook pindakaas geloof ik. Nee, volgens mij niet. Kijk, look at this. Look so yummy. En een beetje karamel. Oh nee, ja. Jawel. Ja, wel. Nou, daar gaan we. Hele erge pindasmaak. Ja. Geroosterde pindakaas. Pindasmaak. Je proeft dat heel erg dat ze geroosterd zijn. Ja. Lekker wel. Gewoon zo'n Snickers. Ja, maar... Wel anders. Ja. Oh, heel, heel sticky. Net zo sticky als Snickers. Ja. Ja. Ik zou zeggen dat dit gewoon Snickers is.
Maar dan met een geroosterde smaak en iets minder ja. Noga-achtig ook, vind ik. Lekker ook. Gewoon, ja, candy bar. Nou, en dan de laatste. Laatste zijn de... Hershey's Kisses Cookie and Cream. Hershey's ken je denk ik bijna allemaal wel. Het is niet te koop in Nederland, geloof ik. Of inmiddels wel? Volgens mij wel, ja, inmiddels wel. Maar ja. Dan hebben ze de repen, de Hershey Kisses en gewoon de Hershey Chocolate Bars. Ja, en volgens mij hebben ze de Kisses nou ook. En Kisses, dat zijn eigenlijk gewoon chocoladedruppels. Ja. En als je de normale Kisses hebt, dan heb je dus gewoon volle melk chocolade. Ja, maar wel... Zonder vulling of zo. Ja, maar de Hershey's chocolade smaakt wel anders dan normale melkchocolade bij ons. Het is wat zoeter. Het is een net andere chocoladesmaak. Ja. En dit is dus een cookies and cream variant. Hij is er geloof ik in 20 varianten inmiddels. Ja, ze hebben... Heel veel voor de feestdagen ook. Van de afgelopen kerst en oud en nieuw. Maar ook, ja, echt 100 smaken. En deze dit hebben is we... cookies and cream. Deze hebben we net gehaald bij de Hershey's winkel. Ja, Hershey's Chocolate World. Jezus, wat een winkel. Kijk, en het ziet er gewoon een beetje zo uit. Ja, nu moet je echt dus alles blokken. Yes. Het is gewoon een chocoladedruppel dus. En dan zit je zo'n papiertje aan, daar kun je aan trekken. Ja, ik zal het even voordoen. Kijken of dat wil. Kijk, die haal je eraf. Het is een beetje zoals je een lavash curry kaasje uitpakt. Zoiets, ja. Oh, het is een witte. Ja. Oh, kijk. Dit is de vorm van Hershey's Kisses. Ongeacht de smaak die je hebt, ze zien er allemaal zo uit. In groot, klein, ze hebben zelfs zo'n unit bij de Hershey's Chocolate World. Dit is de normale. Dus. Nou, daar gaan we. Cheers. Mmm. Lekker. Ja, dat is lekker. Het is een beetje wit chocolade met Oreo. Ja. Dus. Goed? Zeker goed. Favoriet? Ja, toch wel die Reese's, denk ik. De bar. Ja. Deze en Hershey's ook, hoor, die we net hebben geproefd. Minst lekkere. De Twinkies, voor mij. Er zit gewoon nul smaak aan. Voor mij die Baby Ruth's. Oh, ik had er nog één. Was het deze? Oh, nee, ja, dit. Dat was die Milky Way. Ja, dat vind ik gewoon niks aan. Ik vind die met die pinda's dat niet zo. Nee. Maar, overal... Ja, lekker. Hebben we weer genoeg gegeten. Beter dan de vorige snoeptest. Dat was echt snoep. Dit zijn gewoon candy bars. En daar kun je natuurlijk minder aan mis doen. Moet je maar even een linkje opnemen in de video, naar die video. Ja, als je daarheen gaat. Want dan, die is echt, dat was allemaal een beetje wat heftig. Meer... ja, kakenbrekers, zeg maar. Ja, dit was lekker chocolade. Dus we zitten weer vol. Ja. Nice. Nou. Dat was hem weer voor deze keer. Wij vliegen morgen naar huis. Dus geen Amerikaanse proefvideo voorlopig. En dan is de baby denk ik ook niet heel erg blij mee in mijn buik. Nee. Als ik zoveel zoetigheid heb. Maar ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. En hopelijk zie ik of we je dan gauw weer. Bedankt voor het kijken. Doei. Doei.